12 dagen lang strijden meer dan 2000 Europese atleten met een mentale beperking om Olympisch eer in en rond Antwerpen. De sportdienst van Ninove mocht afgelopen zaterdag 8 november hiervoor de grote medailles uitreiken aan de afdelingskoondragen en Heesport Pajottenland. En dit in het bijzijn van Schepenen van Sport, Mark Torkens en Schepenen mevrouw Tanja de Jonge. Thank you.